Meneer Hendricks, wat wilt u? Afgelopen zaterdag is het de papieren bon is verdwenen uit het straatbeeld van Amsterdam. Maar de ANWB die is er eigenlijk niet helemaal happy mee. Wat wilt u eigenlijk dat de gemeente / Citeon gaat doen? Nou, de procedure is veranderd. Je vindt geen bonnetje meer onder de ruitenwisser. Dus je wordt ook niet meer gealarmeerd als je een overtreding hebt begaan. Belangrijk vinden wij dat je het betalingsbewijs dat je hebt, dat je dat bewaart. Omdat je daarmee kunt aantonen dat je hebt betaald voor het parkeren. Dat is punt 1 waar het op mis kan gaan. Het andere punt is dat wij willen dat je een foto kunt opvragen van je overtreding bij Citeon. Want daarmee kun je de discussie voorkomen of je wel of niet aanwezig bent geweest. Ja, maar dan heeft Citeon allemaal foto's van waar onze auto's geparkeerd staan. Ik zie weer een nieuw privacy issue opdoemen. Nou, het kan heel regelmatig kan het nog fout gaan dat dus het gefotografeerde kenteken niet overeenstemt met dat kenteken waarop bekeurd wordt. De apparatuur maakt fouten. En om dat te voorkomen is het goed als je een foto kunt opvragen van of daadwerkelijk jouw auto is die daar bekeurd is. Ja. En even nog een antwoord vatten. Eigenlijk wilt u ook gewoon dat er een standaard kwitantie gewoon weer uit de parkeerautomaat komt rollen. Nou ja, vooral ook een veranderde kwitantie die veel meer duidelijkheid geeft over wat je ermee zou moeten doen. Hè. Dus dat je hem bewaart voor gedurende een week. Omdat je daarmee aan kunt tonen dat je betaald hebt. En het andere punt is dat op de parkeerautomaat dat er automatisch het betalingsbewijs uit moet komen. Niet dat je ervoor kunt kiezen, maar dat hij eruit komt. En dat je op de automaat ook aangeeft mensen bewaar die kwitantie.